ik begin, of ik vertrek eigenlijk van bij mezelf. De manier waarop ik kook, de manier waarop ik eten zie. En ik vind het zo fantastisch, omdat eten en koken vind ik echt... Dat omhelst wat alles. Het gaat over communicatie, dat gaat over mensen samenbrengen. Dat gaat over chemie, maar dat gaat ook over onze evolutie. Onze de evolutietheorie, de mensgeschiedenis. En dat is eigenlijk zo tof, want het is wel een kookboek, maar het is wel een kookboek toch met een lichte filosofie of met een maatschappelijk uiteindelijk ook wel belangrijke boodschap. De manier waarop we eten nu, of onze westerse manier van eten, zorgt er wel voor dat onze magen vol zitten. We hebben niets tekort, maar onze voedingsstatus is wel heel laag. Uiteindelijk hebben de meeste van ons die rondlopen tekorten. Zelfs als je bedenkt dat de mensen die vaak overgewicht hebben, een tekort hebben aan de juiste vetten. Dus eigenlijk bijna te gek om het te geloven. Dus het is zo boeiend om dat allemaal te beseffen en dat dan allemaal in een kookboek te gieten. En het is zo fantastisch, de boekenbeurs, om dan contact te hebben met je mensen. Vandaag heb ik bijvoorbeeld daarnet gehoord van een vrouw die 17 kilo is afgevallen. Maar het is geen dieetboek. Het heeft eigenlijk niets te maken met diëten, want ik haat diëten. Maar het is wel een kookboek over echt eten, over eten die bij onze natuur past. En het gevolg is uiteindelijk dat mensen die overgewicht hebben, dat die vermageren. En mensen die gewoon gewicht hebben, die hebben meer energie. Het is echt eten die bij onze natuur past, die bij ons genoom past.